What is up? Helemaal vanuit mijn woonkamer is het de enige echte Kelvin Buurma. Goed, ik vind het fantastisch dat je weer kijkt naar mijn video. Dat zeg ik altijd en dat vind ik geen enkel probleem om jullie dat duidelijk te maken. Want de wereld die heeft nou deze tijd hebben gewoon liefde nodig. Oké, dus bij deze geef ik jou de liefde die je nodig hebt. What is love? Ik vind het heerlijk dat je naar mijn hoofdje wil kijken. Ik heb speciaal mijn haven gedaan voor jou. Weer een fucking 70s capsule. Ik heb echt een 70s capsule, jongen. Ooh, baby, I love you, every day. Het plan voor vandaag is vrij simpel. Kijk, ik heb het gevoel, ik moet hier niet te lang over praten, want uiteindelijk dan worden jullie er ook maar scheidziek van. Maar goed, ik vind het belangrijk dat jullie met je vragen, met jullie adviesdingen, jullie hebben, adviseren is belangrijk. Laat ik het zo zeggen, je moet mensen kunnen adviseren op gebieden waar ze niet zoveel van af weten. En laat ik nou net oppermachtig zijn aan de wereld, dat is helemaal niet de waarheid, ik lieg. Dat had ik helemaal niet mogen zeggen. Dit is het plan. Jullie hebben woorden ingestuurd, ik ga erover praten. That's how fucking easy it is. Goedemorgen dames en heren, jullie zijn wij. Ik ga een nieuwe cover opnemen en dat is natuurlijk hartstikke fantastisch. Maar ik heb jullie hulp nodig en dat kunnen we door het volgende te doen. Het enige wat je moet doen is mij één woord geven waar ik uiteindelijk over ga praten. Dus geef me één woord, kan elk woord zijn. Doe lekker gek, je weet hoe het gaat. Love you allemaal, succes ermee. Ja! Dat is dus het plan. Vandaag ben ik er voor jullie. Praat over de anus van Nicki Minaj. Nou, hier gaat het al fout, oké? Ik heb jullie gevraagd één woord. Anus van Nicki Minaj. Vier woorden en daarom gewoon niet. Daarom gewoon niet. Rustig blijven. Stage. Ik zit in een positie tegenwoordig in mijn leven waarin ik een aantal stagiaires in mijn bedrijf heb. En dan is het aan de ene kant heel erg fijn werken, want dat kost geen reet. Laten we daarop houden. Een stage gaat erom dat je leert en dat je je oriënteert binnen een bedrijf en dat je weet hoe het binnen een bedrijfsvoering gaat. En een stage is niet de bedoeling dat je op maar één klusje wordt gezet en dat moet je de rest van je stageperiode doen. Het is belangrijk dat de stagiair in elke keuken kijkt van het hele bedrijf, zodat hij uiteindelijk kan zeggen aan het eind van zijn stageperiode, oké, dit vond ik leuk, dit vond ik kut, hier wil ik niks mee te maken hebben. Dus uiteindelijk in mijn professionele leven later ga ik deze kant op, want dat vond ik tijdens mijn stage het leukst. Zo zit het in elkaar. Fans. Kijk, wat het bij fans een beetje is, ik ben een tijdje door het leven gegaan met de uitspraak, oké, ik wil mijn kijkers geen fans noemen. Dat zijn kijkers, dat is anders. En nu zit ik op een punt waar ik denk van ja, het onderscheid moet gemaakt worden. Je hebt kijkers. Dat is waarschijnlijk het grootste gedeelte van de mensen die deze video kijken, die denken van oké, ik vind Kelvin een leuk grappig jongen. Ik ben geabonneerd op zijn kanaal, vind ik pakken grappig, heb een leuke jongen. Hij lacht heel smerig. En de andere mensen zijn daadwerkelijk de meest intieme groep. Dat zijn de fans. En het zijn gewoon, hoe je het ook went of keert, of het nou Justin Bieber is, Kelvin Buurma, Enzo Knol. Uiteindelijk zijn het allemaal fans van een bepaald persoon. En die fans, die nemen die extra stap. Die gaan naar die meetings toe. Die gaan uiteindelijk dingen opsturen en weet ik wat allemaal. Die support het hard. En om iets succesvol te maken, of nou een YouTuber is, of een merk, of een bedrijf. Uiteindelijk heb je fans nodig. In andere woorden, mensen die fucking dedicated zijn aan hetgeen wat je doet. Zodat uiteindelijk die je bedrijf, of je merk, of je YouTube carrière naar next level kunnen tillen. Eigenlijk aan het eind van de dag moet iedereen die succesvol is dankbaar zijn voor de fans die heeft gehad in het verleden of momenteel heeft. Dus vandaar bij deze mijn grote dank richting jullie. Love you allemaal. Snap je? Hamburgersnoepjes. Hamburgersnoepjes, ja kijk, het is het enige snoepje die ik fantastisch vind om lekker te smikkelen. Kijk, hamburgersnoepjes, het is de gehele beleving. Het feit dat je een doosje krijgt die je open kan maken om dat in je mondje te stoppen en dat dan in je mond uit elkaar valt, want het zijn vier verschillende delen en dan ga je lekker op smakken en een minuut later is het op en dan heb je een volledige beleving. Dat hou ik van. Kaas. Ik vind kaas waarschijnlijk het meest onoriginele woord wat je had kunnen bedenken, omdat kaas hetgeen is wat in iedereen altijd heel wel grappig wordt bevonden. Ik vind kaas dus niet grappig. Hoe je begon, waar je nu bent, carrière, je carrière. Ik vind het feit dat deze persoon ook gewoon eventjes je tussen haakjes heb gedaan, zodat het dan lijkt alsof het één woord is terwijl het gewoon twee woorden zijn, maar je komt er mee weg, je komt er mee weg. Ik ga het hebben over je carrière. Mijn. Carrière zit eigenlijk als volgt in elkaar en ik wil van tevoren graag zeggen dat er mensen zijn die denken dat ik het al heb gemaakt. Er zijn heel veel mensen namelijk die naar me toe komen en zeggen, nou Kelvin, jij hoeft niks meer te doen toch? Jij hebt het gewoon gemaakt. Dat is niet het geval. Totaal niet. Oké? Mijn carrière zit eigenlijk als volgt in elkaar. Ik heb het gevoel dat ik momenteel nog maar op 10% ben van waar mijn professionele carrière heen kan gaan en 10% is dan nog best wel ruim. Ik heb namelijk een toekomstvisie met waar ik heen wil en voornamelijk met mijn bedrijf en daar heb ik super veel zin in. Maar er is een soort van algemene gedachte bij heel veel mensen die denken, oké, als je x aantal abonnees op YouTube en je verdient geld mee, heb je het gemaakt, hoef je nooit meer te werken. Dat is niet waar. Toilet. Dit is een bericht aan de NS. Hoe kan het dat elk toilet van jullie, maar ook echt elk toilet, fucking naar is? Je kunt nadenken van oké, het is een openbaar toilet. Daar gaan heel veel rare mensen heen. Er wordt gekotst, daar gaan zwervers in slapen. Weet je wat het een beetje is? In de fucking HEMA is een wc gewoon schoon. In de fucking bioscoop is een wc schoon. Heel veel uitgaansgelegenheden of restaurants zijn wc's gewoon schoon. En dat zijn ook openbare toiletten en daar komen fucking veel mensen. Dus hoe kan het, NS, dat jullie blijkbaar niet genoeg money hebben om schoonmaken te betalen om dat ding een beetje normaal te houden. Laatst was ik in een wc en dan moet ik gewoon mijn adem inhouden. Ik vind dat fucked up. Hoi. Hoi is iets wat cavia's eten.
Kerst. Kerst staat weer voor de deur. Kijk, het ding wat een beetje met kerst is, en dat moet gewoon heel eerlijk zijn. Sorry, ik weet niet waar dat vandaan kwam. Wat het een beetje met kerst is, ik vind kerst fantastisch. Ik vind het belangrijk dat er een moment is waarop iedereen wel het gevoel heeft dat ze bij elkaar kunnen komen en dat ze bij elkaar moeten komen. Er zit een positieve kant aan kerst en een negatieve kant aan kerst. Positieve kant aan kerst. Mensen komen bij elkaar, het is gezellig, het is een goed feest. Je hebt een reden om dat te gaan doen en dat is fijn, want je hebt een reden om gezelligheid en om intiem te zijn met mensen. En dat is belangrijk in het leven, want daar krijg je goede energie van. Andere kant, want de negatieve kant van kerst, vind ik persoonlijk, het is zo fucking commercieel. En ik vind het niet prettig. Het enige wat ik niet prettig vind aan kerst, iedereen voelt zich op een of andere manier toch genoodzaakt om extra money uit te geven in die periode, om er een soort van aan mee te doen. En ik weet niet of ik daar voorstander van ben, want weet je, of je nou arm bent of rijk, uiteindelijk zou het niet zo moeten zijn dat je door een bepaalde periode extra geld moet gaan uitgeven. En dat door het algemeen, door de maatschappij van je verwacht wordt. Dus kerst, fucking leuk, kom allemaal lekker bij elkaar, maar geef niet te veel money uit, want je kunt het beter besteden aan shit waar je denk ik langer en meer aan hebt. Oké, schoolboek. Schoolboek. Schoolboeken zijn fucked up. Hema-worst. Lekkere worst van de Hema. Hema-worst is hoogstwaarschijnlijk een van de lekkerste worsten die je kan halen binnen handbereik. Dat is echt zo. Hema-worsten zijn fucking lekker. Kijk, er vaak een lekker sausie bij. Dat sausie altijd met saus. De mensen die zonder saus eten weten niet. Ik ga hier niet verder op in. Cola. Cola is fucking kut. Dit wordt bijna een haatvideo volgens mij. Maar wat het met cola is, en dat is echt zo. Kijk, ik heb momenten in mijn leven. En ik denk dat dat misschien 12 keer per jaar is waarop ik zit. En ik denk van, nou, nu heb ik wel echt even heel erg veel zin in cola. En dan ga ik het drinken en dat vind ik prima. Thuis vanuit mijn opvoeding kreeg ik ook, wij kregen nooit, bijna nooit cola. Weekend, bij verjaardag zo kregen we cola. En ik ben er fucking dankbaar voor mijn ouders dat ze dat niet hebben gedaan. Want cola is fucking ongezond. Als de neten. En het is niet eens super lekker. Soms geeft het een bepaalde voldoening. Ik heb geen spijt als ik het heb gedronken. Want ik weet dat ik het niet elke dag drink. Maar er zijn heel veel mensen, en ik ken er ook een paar, die gewoon als standaard drankje cola hebben. Het is niet chill voor je. En ik sta niet helemaal achter het reclamebeleid van cola. Want share happiness, what the fuck, waar heeft dat mee te maken? Het slaat helemaal nergens op. Kus emoji. Geurkaas. Geurkazen zijn fucking nice. Ik zweer het je. Ik heb hier, I got you motherfucker. Geurkaas as a motherfucking pest. Vanille is dit. Geurkazen zijn epic. Het probleem wat geurkazen hebben, en dat is eigenlijk alles wat met geur te maken heeft. Uiteindelijk raak je gewend aan een geur. Dus je kunt een geurkaas in je woonkamer neerzetten en in de eerste 2 minuten denk je van, oh, nice. Vanille, fucking lekker. Lekker, lekker, lekker. Maar uiteindelijk raak je dusdanig gewend aan de geur dat je ineens meer door hebt. En als je dan even naar de wc gaat en je komt terug, dan ruik je het weer. Maar uiteindelijk denk je, dan zit je weer in de kamer en dan na 30 seconden is de geur gewoon weer normaal. Maar kaarsen, come on. Epic as fuck. Ananas. Ananas is sick lekker. Vroeger vond ik het niet lekker. Tegenwoordig vind ik het wel lekker. Enige jammer aan ananas is dat ik hou van vers fruit. Ik hou ook wel van voorverpakte shit, omdat het handiger is. Maar ik prefereer altijd vers fruit. Het probleem met ananas is dat het echt halve fucking Hercules kracht kost om verse ananas te kunnen fixen. Omdat het komt in een soort van stalen case genaamd een ananas schil ofzo. Vond je dit nou fucking leuk? Dan kan dat. Dat wil ik graag weten hieronder. Zeg ja of nee in de comments. Oké, zeg gewoon ja als je denkt van ja, ik wil dit vaak. Ik vind het leuk als je gewoon over random over woorden praat. Zeg nee als je denkt, fuck jou Kelvin, ga gewoon weer andere shit doen, want dit is echt bullshit. Abonneer. Doei. I don't know what the fuck if he should tell your left is, but it's from something nice. Oké, het is een strijd tussen Link Tiger, Joost Bouwhof, Eenhoorn Joost. Matu, dit is de Da Vinci Code, dit jongen. Paf, paf, paf. Klik de lives. Oh ja!